afhaaldagen bij FC Utrecht. Utrechter bekend moord op Zweedse studenten. Goedemiddag, de afhaaldagen van FC Utrecht zijn begonnen. Fans kunnen vanaf vanmorgen hun instapkaarten ophalen voor de bussen die hen volgend weekend naar de bekerfinale brengen. En bij de Galgenwaard staat verslaggever Iris Tasseron. Iris, zit de stemming er al een beetje in? Nou, absoluut hoor. Iedereen die hier zijn instapkaart komt halen. Dat zijn er vanochtend echt al tegen de 1000 geweest. Vanochtend vroeg, even snel voor het werk. Iedereen heeft er vertrouwen in. Ze gaan winnen. En wat helemaal mooi was, er kwam ook een bruidspaar. En die wilde heel graag hier binnen foto's maken. Weet je nou waarom? Precies op deze dag dan ook gaan zij trouwen. Zij hadden geen kaartjes dus voor de bekerfinale. Ze kunnen er niet naartoe. Omdat ze dan op huwelijksreis zijn. En dat vonden ze echt verschrikkelijk. Maar ja, ik heb natuurlijk ook nog veel meer mensen gesproken. Gaan we vanuit dat we die beker meenemen? Alle mannen zeggen allemaal van we gaan hem winnen, we komen ermee thuis. Maar ik hoor toch een beetje twijfel hier. Nou, ik ga er wel vanuit dat we hem winnen. Ik wil het wel meemaken. Dus. Ja, die winnen we. Dat kan niet anders. Ja, zeker. Ja, we hebben een goede flow. Het enige nadeel is dat we toen Kuyt hadden. En nu speelt Kuyt bij de andere kant, maar toch komt het helemaal goed. Want wij hebben Haller. Ja, maar Kuyt is alweer een dagje ouder, hè? Precies, die is bijna seniel, dus het komt wel goed. Ja, ga je zelf ook richting de Kuip om de bekerfinale te kijken, Iris? Nou, ik kan hem helaas niet bekijken. Ik moet werken. Maar natuurlijk vooraf gaan we ook extra uitzendingen doen. En daar ben ik ook bij betrokken met heel veel andere collega's nog. Dus op die manier maak ik het wel allemaal mee. En je moet eens denken hè, dat er dus zo'n ruim 17.000 mensen dus nu naar Utrecht of naar Rotterdam gaan vertrekken voor die wedstrijd. Dat zijn iets van 230 bussen. Dus ja, je ziet hier af en toe nog mensen binnendruppelen nu. Ik denk dat er nog heel veel mensen gaan komen de komende 2 dagen ook om die kaarten op te halen. Dankjewel Iris. Ja, de kaarten zijn dus nog tot en met zondag af te halen bij het stadion. Amersfoorters krijgen vandaag een eerste indruk van het nieuwe Groene Huis dat de afgelopen maanden in Park Schothorst is opgebouwd. Op de plek waar het oude pand eerst stond. De boerderij waar het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie was gevestigd brandde 6 jaar geleden af. Nu staat er een nieuw pand dat aan de hoogste milieueisen voldoet. Onder meer kinderen krijgen in het pand lessen over de natuur. Het nieuwe Groene Huis is een van de meest milieuvriendelijke gebouwen van ons land. We wekken energie op met zonnepanelen. We halen de warmte ook weer uit de lucht. Dat kan tegenwoordig ook. En heel belangrijk ook, we hebben heel veel natuurlijke materialen gebruikt. Eigenlijk het is bijna 100% natuurlijke hernieuwbare materialen, zoals dat heet. En vandaag mochten de eerste schoolkinderen al rondkijken. En volgende week is de officiële opening. Dan zijn er een week lang allerlei activiteiten in het nieuwe gebouw. In Den Bosch is begonnen met het hoger beroep in de moordzaak van de Zweedse studenten Saga Backman. Haar ex-vriend Sander V. uit Utrecht zal bekennen dat hij haar heeft vermoord. Volgens zijn advocaat heeft hij spijt en wil hij aantonen dat hij niet met voorbedachte raden handelde. Dit houdt mogelijk in dat de strafeis van 18 jaar lager uit zal vallen. Dat hoopt de advocaat van V. Saga Backman werd in 2013 in Den Bosch gewond op straat gevonden. Ze overleed kort erna in het ziekenhuis. Hij heeft daar een lange tijd over na kunnen denken. Hij heeft vooral heel veel spijt van wat er gebeurd is. Hij vindt het ook heel erg voor de familie ja, dat hun dochter of zusje er niet meer is. Dus ook om die reden wil hij openheid van zaken geven. Tot nu toe ontkende Sander V. de moord altijd. Het zal vandaag in de rechtbank duidelijk worden wat zijn bekentenis voor gevolgen heeft. Langs de Vleutense Paradijstuinlaan is gisteravond een auto in de sloot gereden omdat de eigenaar was vergeten de handrem te gebruiken. De lege auto rolde daardoor van de oprit af, rechtstreeks het water in. De auto lag redelijk diep in het water, dus het kostte veel moeite om hem eruit te krijgen. De privacygevoelige gegevens die Amersfoort per ongeluk heeft gelekt zijn nooit in handen van verkeerde personen beland. Dat zegt het college. Vorige week werd bekend dat een ambtenaar gegevens rondom de zorg van ruim 1900 Amersfoorters naar een verkeerd adres had gestuurd. De gemeente heeft inmiddels per brief sorry gezegd. En de winkels van Blokker gaan volledig op de schop. Bovendien verliezen nog eens 390 mensen hun baan. Blokker gooide het roer vorig jaar al stevig om vanwege de rode cijfers.
Maar die reorganisatie is niet voldoende. Een nieuwe topman gaat dan ook nog een stap verder, tot grote schrik van de bonden. Zij spreken van een onaangename koude douche voor het personeel. Utrecht gaat in de toekomst nieuwe woningen niet meer verplicht aansluiten op stadsverwarming. Het college van wethouders moet van de gemeenteraad in gesprek met energiemaatschappij Eneco om dat voor elkaar te krijgen. En dat was gisteravond het belangrijkste resultaat van weken discussie. En ook de hoge kosten die mensen moeten betalen om van stadsverwarming af te komen, die moeten van tafel. Stadsverwarming blijkt helemaal niet zo milieuvriendelijk als gedacht. Dat komt omdat Eneco in de centrales in Utrecht geen elektriciteit meer opwekt, maar alleen nog stadswarmte. De gemeente wist dat al heel lang, maar hield het onder de pet. En daar was de gemeenteraad niet blij mee. De oppositie diende een motie van afkeuring in. Er valt dit college wat te verwijten. Dat ze ons niet volledig en niet tijdig hebben geïnformeerd. En eigenlijk is dat een politieke doodzonde. Dat klopt. En dan moet je je afvragen, welk oordeel geef je dan aan? En dan komen wij tot het oordeel afkeuring, een zeer zwaar oordeel, een tik op de vingers van dit college. Dat dit niet meer kan gebeuren en dat het anders moet. Maar die motie die haalde het niet. Die tik op de vingers bleef uit. Wat de raad wel bereikte was dat het college in onderhandeling moet met Eneco. De man die de hele discussie over stadsverwarming aanzwengelde, is daar heel blij mee. De belangrijke punten die we wilden binnenhalen zijn binnengehaald. Allereerst de aansluitplicht. Dus er komen geen woningen meer bij op stadsverwarming, niet in verplicht karakter. Twee, de afsluitkosten. Daar heeft de raad het college gevraagd om daar serieus met Eneco over in gesprek te gaan om dat te beperken. En als derde punt, de kopers van sjoemelwoningen worden schadeloos gesteld en worden niet financieel de dupe van de fouten die hier de gemeente heeft gemaakt. En die sjoemelwoningen, dat zijn huizen waarbij tijdens de bouw rekening was gehouden met stadsverwarming, toen die nog wel milieuvriendelijk leek. Deze mensen wonen nu in een huis dat onvoldoende milieuvriendelijk is. Zij worden gecompenseerd. En de gemeente wil verder dat ook andere aanbieders stadswarmte mogen gaan leveren aan het warmtenet. En als dat gebeurt, dan komt er ook een einde aan de monopoliepositie van Eneco. En dan nog het weer. Het is vandaag niet koud, zo'n 14 graden. Maar er kunnen nog wel wat buitjes vallen. Vanavond en vannacht blijft het wel droog. Dan koelt het af naar 7 graden. En dit weekend wordt het vooral zondag warm en zonnig. Dat was het voor nu. 5 uur zijn we weer met onze uitgebreide uitzending. Graag tot dan.